Hoi allemaal. Omdat wij aan het verhuizen zijn, ben ik aan het opruimen en ik kwam deze nieuwe monsterteel tegen. En ik kwam ook deze nieuwe vingerloem tegen. Ik wil ze graag beschikbaar stellen voor een winactie. Dus mocht jij de monsterteel willen winnen of deze vingerloem, laat dan een korte reactie achter onder deze video. En vraag toestemming aan je ouders indien jij jonger bent dan 18, omdat ik jouw adres nodig heb, mocht je winnen. En als je nog geen abonnee bent van ons kanaal, lidmaatschap is gratis. En deze winactie is alleen voor de abonnees van het kanaal Eveline Maureen. Het is voor mij nu een hele drukke week. Over een paar uur staan de verhuizers op de stoep. Dus vandaar dat jullie deze week minder video's op het kanaal zien verschijnen dan jullie van mij gewend zijn. Ik hoop dat ik na het weekend weer meer tijd heb en dan zal ik proberen om een inhaalslag te maken. Maar dan weet je in ieder geval dat ik wel aan jullie denk en dat er een reden is waarom ik op dit moment minder video's plaats dan normaal. Op dit moment is een video aan het uploaden voor een Bido set. Met mijn jongste dochter heb ik dit schattige paardje gemaakt. Het is een beetje een aparte video geworden, want ik ben in Nederland begonnen met haar. En daarna moest ik mijn vliegtuig halen. Ik had niet verwacht dat ik tussendoor nog naar de winkel moest om een andere set aan te schaffen. En waarom, dat kan je zien in die video. En ik heb dus in mijn eentje, helaas zonder mijn dochtertje, de video hier in Italië afgemaakt. Maar dan weet je dus ook bij deze waarom die video in Nederland is gestart en zonder mijn dochtertje in Italië is geëindigd. Nou, ik ga het hier afsluiten. Op de achtergrond hoor je misschien lawaai van buiten. Er zijn mensen bezig om de tuin helemaal in orde te maken. We gaan nog niet officieel volgende week in Nederland wonen, maar wij zullen hier na de zomervakantie niet meer terugkeren en al onze meubels gaan de opslag in. Vandaar dat ik nu al bezig ben met inpakken. En ik krijg vaak de vraag of ik stop met loemen. Nee, ik stop zeker niet met loemen. Ik ben bezig met van alles en nog wat. Dit is bijvoorbeeld een loemigurumi hoesje voor een pen. Met ook een knoopje van elastiekjes. Eigenlijk had ik die in gedachten voor moederdag. Maar ik vond het nog een beetje saai. Ik denk, het moet een ander kleur knoopje zijn. En dat is het, hè, met een eigen ontwerp. Iedere keer krijg je dan toch weer een ander idee. En dat wil je dan ook weer uitproberen en zo gaat er heel veel tijd in zitten. Nou ja, en tijd is iets wat ik op dit moment helaas niet heb. Die moet ik stoppen in verhuisdozen. Nou, jullie hebben nu weer een kleine update gehad. Je weet in ieder geval wat er hier aan de hand is. Ik hoop dat het bij jullie mooi weer is en dat jullie snel kunnen genieten van een fijne zomervakantie. Veel succes met deze winactie. Oh ja, tot wanneer gaat die duren? Het is vandaag 9 juli 2015... En op donderdag 16 juli 2015 kun je in de namiddag in de beschrijving van deze video lezen wie de monsterteel of vingerloem krijgt toegestuurd. En degene met wie ik als eerste contact heb, kan ook als eerste kiezen. Een fijne dag allemaal en tot in de volgende video. Dag!